eerste ijshockey in Oostende. Maar we kunnen dat niet afstoppen, want we moeten al gewoon op tijd zijn. En ja, ik weet natuurlijk niet hoe later ik moest vertrekken. Dus ik hoop dat we op tijd zijn. Dan is het niet zo luid. Maar ja, misschien een beetje stress, kind. Dus ik ben een beetje aan het luisteren, maar we zien het wel. Superveel bij, kijk. Ik heb ook dus ook niet eten of drinken meer, dus niet heel. Ja, moet er niet heel voedsel in liggen. Want ze gaat op een boekplekje. En daarmee mag ik niet drinken nu. Ik ben een beetje te vroeg, dus ik ben nu even hier aan het wachten. Straks neem ik een tram richting het ziekenhuis. Het is nu nog maar 9 uur, ik moet er om 10:30 zijn, dus ik heb een beetje tijd over natuurlijk. Hè. Dan kunnen wij rustig wel vloggen. Dat is wel een voordeel eigenlijk, dat dat nu wel kan. Het is hier wel mooi achter mij, zoals je kan zien. Het is een soort parkje, denk ik. We zitten. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Je kunt daar wel gaan zitten, want er zijn bankjes en zo. Wel mooi. Toch nog een beetje natuur. Ja. Eens eventjes wat wachten. Zeg eens even die tram 4. Om er te geraken en zo, dus dat is goed. Het is niet echt koud buiten, dat is ook nog zoiets. Het is eigenlijk nog wel redelijk te doen, eigenlijk. Ik had gedacht dat het wel koud zou zijn, maar dat al niet. Ik heb ook een warme trui aan, waarschijnlijk daarmee. Dus, eens bekijken, dus van, wat doet hij? Dat is altijd dat het gaat als mensen u aankijken, van, wat is hij aan het doen of zo. Ja, gewoon mijn ding aan het doen, natuurlijk altijd, hè, ja. Ik vind het wel belangrijk om jullie ook wel mee te pakken in het verhaal eigenlijk. Dus straks nemen we de stroom 4, gaan we ook een stukje proberen te vloggen. En dan is het inschrijven en zo wat denk ik wel moet gebeuren. Dus dat betreft altijd heel moeilijk omdat mensen altijd zo kijken en doen. En ook, ja, je wilt niet te luid praten in de tijd omdat je denkt van ja, die mensen kijken al zo en dan nog zo luid praten. Dus is dat natuurlijk niet gemakkelijk. En ook, ja, ik heb wel een beetje dorst om eerlijk te zijn. Dus, daarom dat ik niet zo verteld heb eigenlijk. De bankjes zijn wel koud en nat. Ik kan zo tegen dat voelen ik meteen. Ik zit erop. Dus we zijn vertrokken naar het Utrechtse. Maar we zullen wel vast zijn, want dat is in november de trouw. Ik denk dat je dat zelfs te goed kunt. Ik ben altijd in de kleine. Als ik het koud gedaan heb, ben ik toch altijd stress als een man. Ja. Dus, het komt wel in orde. Sowieso. Zo, voilà, ik ben aangekomen. Dus, en nu gaan we richting om ons aan te melden. Dus we zijn wel een beetje te vroeg, maar ik kan geen kwaad eigenlijk. Je moet ergens beginnen natuurlijk, ja. Dus op zich. Maar dan moet ik moeten gewoon rechtdoor wandelen even. Want ik bedoel, met mijn rugzak weegt wel beter, omdat er nu 1 liter fles in zit. En dat weegt wel. Dus en dan gaan we ons aanmelden. We worden al die hier gevraagd. En dan, als ze dan aangemeld hebben, dan moeten we met de lift naar boven en zo dingen. Dus daar ga je vanzelf wel zien hoe het allemaal verloopt. Maar aanmelden doe ik wel niet als ik camera erbij sta. Omdat de gegevens zijn toch wel heel belangrijk, dat privé blijft. Dus. En dan gaan we zien welke verdieping wij moeten gaan. Dus ja, dat komt helemaal in orde. Hè. Ik hoop dat ik ook de kans heb om ook te filmen als ik, voor de spuit en zo van die dingen. Dus ik ga het allemaal proberen filmen. Dus maar we hebben wel nog altijd
Wat ik je eerlijk doe, dat is heel moeilijk, maat. Dat is heel moeilijk om jou te vertellen hoe je dat eigenlijk voelt in je hoofd. Ik ben op de afdeling eigenlijk nog niet. Ik moet niet daar. Kijk wat het uitzicht. Mooi, hè? Weet ik ook. Prachtig. Het is echt heel veel kijken. Dat is echt heel mooi daar. Ik weet niet wat je allemaal ziet, maar... Het is echt wel heel mooi. Een plaatje. Om te zien. Dus dit is een soort vragenlijst. Ik moet dat helemaal invullen. Dat is helemaal klaar zit eigenlijk. Dus dat moet nog helemaal ingevuld worden. En dan ben ik helemaal klaar. Dus dat is een beetje de vragenlijst die we moeten invullen. Zo, dan moeten we die dus aantonen. Er zit zo'n knop. En dan komt er een A op. En dan moeten we deze lift nemen. Dus deze lift moeten we nemen eigenlijk. En dan moeten we de bloedafname gaan doen. Dus dat gaan we nu doen. Ik weet niet of er mensen in de lift zitten, maar ja. Dat is wat makkelijk kijken aan de ene kant. Aan de andere kant, als je dat vergeet, dan zijn Jost. Hè. Als hij heeft opengehaald, dan denkt hij niet aan, ik stap in. Ik kan dat dit binnen niet meer veranderen. Dus je moet echt wat hier drukken. We moeten dan naar 1227 ingang als de K. En dan het bloed laten. We zullen wel zien. Maar ja, het duurt wel even. Hè. We moeten dus ook nog een tijdje wachten waarschijnlijk. Dus, het is nog niet heet natuurlijk en gedronken. Dus ja, het is natuurlijk spannend hè, wachten. En zo gaan we het in de lift en dan gaan we naar beneden. En dan moeten we de weg zoeken. Ik zit hier in de wachtruimte. Dus dan ga ik dat bordje kijken, denk ik. En ik heb 110. En dan is dat mij, dus dat komt erop. Speciaal. Dat zit er nu. En dat zijn de papieren die ik mee heb gekregen. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat zijn. Ik ga niet van bloed prikken. Dus, en straks krijg je dan heel de uitleg eigenlijk hoe het is. 4. 1. 2. Zo, eens op gang. We moeten dus bloed op de prikken. Ik ga 4. Ik ga wel een beetje haast. Ik weet niet of mensen wachten op mij. Dan moeten we hier zijn, kamertje. Hallo. Ben jij aan het filmen? Mezelf. Ja, dus wees gerust. Maar dat is dus... ze volgen mijn transitie eigenlijk op de voeten. En ik dacht daarmee dat ik... Ja. Uw geboortedatum als 21.09.90. Ja, goeie vuist. Ja, super. Kunnen ze mij eens bekken die trek? Wat? Zien ze niet door dat mondmasker? Dat is eigenlijk... Nee, hè? Het grappigste eraan. Klein prikje. Mag de vuist open doen. Voilà. Ziezo. Geboortedatum 21.99. Ja. Ballard. En dan kunnen we eindelijk eens iets gaan drinken. Van even. Ja. Dat dorst waarschijnlijk. Hè. Dorst heb ik inderdaad. Maar ja, ik moest wachten. Hè. Ja. Ik wou wat water drinken, maar ja, ik had alleen maar ik had geen water in huis. Dus heb ik mijn cola niet gebracht. Ja. Maar die kon ik niet drinken. Uh-huh. Het is nog heel veel bloed, hè. Je ziet mensen heel boos, maar dat zijn van mij altijd. Hè. Dus, vorige keer had ik dat niet gefilmd. En al die mensen, wij zien dat niet, dat je bloed moet laten doen. Ik zie het ook aan de arm. Voor mij zit te twijfelen. Dus het is echt beet. Zo, mijn bloed is geprikt. Het heeft wel wat pijn. Maar goed, dat is van dat ik moet zoveel hebben. Dus wat is goed. Nu ga ik richting de uitgang. En helemaal klaar. Ik moet dan nog eens gaan pissen. Dan neem ik je tram terug en dan ben ik gewoon weg.
Helemaal. Echt, ik ga filmen een beetje dat onder brieven mensen passeren. En ook mensen die het opgereed worden en zo, die moeten niet in beeld komen natuurlijk. Zeg me dat ik even zo naar onder film, zodat je dat niet ziet. Nee, dat is waar, ja. Zo. Hier is de wc. Mensen gaan even naar de wc. En dan moet je me straks... Hier zit ik hier op de tram terug, richting huiswaarts. En dan maak ik de trein dus. En dan ga ik heel de uitleg geven. Dus heel de uitleg wordt dan helemaal gedaan. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen kom ik terug.